eigenlijk meer kijken vanuit meer een evolutionair slash biologisch perspectief is van waarin in de oudheid is aantrekkelijkheid, zeg maar. Want dat is denk ik wel een goed basispunt om te kijken van wat zeg maar onze biologie zegt van waarom vinden we het aspecten in de andere seks aantrekkelijk of niet. En welkom bij weer een nieuwe podcast van Just to Match Dating en Coaching. En vandaag zit ik alleen met life coach Jeremy. Yeah. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het onderwerp: waarom is de Nederlandse man niet mannelijk genoeg? En waarom zeg ik dit? Omdat ik, zoals mijn Instagram-volgers weten, heb ik iedere vrijdag Video Friday, waarin ik deel wat ik meemaak, niet alleen met klanten, maar ook wat ik zie op televisie. Ik volg alle datingprogramma's omdat ik kijk naar gedrag van singles. En wat zien we dan 9 van de 10 keer voorkomen, is dat de vrouw de man niet mannelijk genoeg vindt. En dan denk je van, nou ja, dat zien we af en toe voorbij komen. Maar nee, het begint toch wel echt een structureel probleem te worden, dat de man niet mannelijk genoeg is. En daarom zijn wij vorig jaar een masterclass gestart speciaal voor mannen. Om die mannelijke kant weer bij de man naar boven te halen. We hebben toen een programma samengesteld. En daarom zit ik hier met Jeremy, want die heeft een mooi onderzoek erbij gehaald. En met hem ga ik dus praten over de vraag: wat is het belang van een sterke man? Waarom is het zo gevaarlijk eigenlijk dat we in de maatschappij, van nu in de huidige maatschappij, geen sterke mannen meer hebben? Ja, nou, de eerste vraag is eigenlijk van, hè, dat is het eerste onderscheid, want wat definieert een sterke man? Dat is al de eerste vraag die ik eigenlijk hoor, is van oké, het is leuk dat je een sterke man wil, maar wat valt daar dan onder? Dus je hebt nu toch wel een tijd waarin als je weer te mannelijk bent, is het toxic. Hè? Als je dus weer niet bent, ben je weer te vrouwelijk. Aan de andere kant hebben we ook weer zoiets van man en vrouw zijn op elk gebied gelijk. Dus het is best wel een lastig speelveld geworden, dat gebied. Van ja, nou ja, je hebt het boek The Boys Crisis, volgens mij, daarin wordt ook uitgelegd dat jonge mannen hebben nu ook echt een identiteitsprobleem. Van naar wie moeten we opkijken? Want we hebben eigenlijk geen rolmodel meer in deze tijd. Nee. En als het gaat om zijn man en vrouwen gelijk, wat wij zeggen is eigenlijk, nemen we de statement aan van Suzanne Venker, auteur Suzanne Venker. En zij zegt: men and women are equal in value, but different by nature. Oftewel, we zijn allemaal mens, we hebben allemaal dezelfde rechten. We hebben allemaal recht op onderwijs, gezondheid, et cetera. Maar onze natuur is verschillend. Hè? Dat wat een vrouw wel heeft, heeft een man weer niet en andersom. En daarom worden ze samen één en vullen ze elkaar aan, hebben ze elkaar nodig. Dat is ons uitgangspunt. Ja. Nou, ik denk, zoals in de intro, Jordan Peterson is ook wel vaker genoemd dat we gaan behandelen. En hij zegt het eigenlijk als volgt. Dus van als je kijkt, in het algemeen zeggen we, hebben man en vrouw hebben dezelfde aspecten. Weet je. We hebben allemaal botten, we hebben organen, we hebben emoties, zelfde hormonen. Maar als je zeg maar kijkt in de extreme uitzonderingen, dan zie je wel echt wel verschil tussen man en vrouw. Dus als het echt gaat om fysieke kracht, over het algemeen, is er een grotere waarschijnlijkheid als je een man ziet tegenover een vrouw op straat, is dat een man waarschijnlijk in een gevecht dan zou winnen. En gewoon om even een voorbeeld aan te tonen van een biologisch verschil. Dat komt doordat mannen in de regel meer spiermassa hebben, in de regel zijn mannen langer, in de regel zijn mannen, even kijken, een dichtere bone density, wat dan weer voordelig is, zeg maar, in dit geval vechten. Ja, ja. Waar we naartoe willen is nogmaals naar het antwoord op de vraag: wat is mannelijk voor de vrouwen van nu? Want nogmaals, onze vrouwelijke klanten zeggen het, we zien het in elk datingprogramma. We willen die mannelijke man. Daar hoort lengte, wordt altijd genoemd. En dan zeg ik altijd: ja, maar lieverd, je bent niet op zoek naar lengte, maar je bent op zoek naar wat lengte eigenlijk voor staat, namelijk bescherming. We zijn op zoek naar mannen die de leiding nemen, initiatief zijn, een eigen mening hebben. En dan zien we toch wel echt dat de Nederlandse man, die wordt vaak omschreven als
ja, hork. De gentleman is weg. Maar vooral ook dat leiderschap. Dat recht op in het leven staan. Dat is bij de Nederlandse man een beetje weggevaagd. En daarom willen we dit echt benoemen en bespreken. En ik zeg, Jeremy, deel maar de cijfers. Wat zeggen de onderzoeken ons? Nou ja, ik wil er eigenlijk meer kijken vanuit meer een evolutionair / biologisch perspectief. Is van waarin in de oudheid is aantrekkelijkheid, zeg maar. Want dat is denk ik wel een goed basispunt om te kijken van wat zeg maar onze biologie zegt. Van waarom vinden we het aspecten in de andere seks aantrekkelijk of niet. En daar beroep ik me dan eigenlijk op twee papers, met name Evolution of Human Made Choice en The Evolutionary Psychology of Human Made Choice. How Ecology, Genes, Fertility, Fashion Includes Mating Behavior. Dus een hele wetenschappelijke invalshoek van wat vinden beide partners zeg maar belangrijk in elkaar. En ik denk dat het daar fout gaat. Is dat dus, ik het idee heb, is dat misschien man en vrouw, maar ik denk met name iets meer mannen ook niet echt meer weten waar een vrouw initieel naar op zoek is. Dat denk ik dus ook, inderdaad. Ik wilde wel ook bij benoemen dat wij echt ook geloven in het feit dat man en vrouw geschapen zijn, beide met dezelfde behoeften, in de zin van dat we beide geliefd, gezien en gehoord willen worden. Dat blijft door de eeuwen heen hetzelfde. En daar ligt denk ik dan ook meteen het probleem, want we hebben dan weliswaar duizenden jaar geschiedenis waarin we dezelfde behoeften hebben, maar de maatschappij is nu zo enorm veranderd. Er is zoveel, dankzij de techniek en de mogelijkheden, zijn er zoveel prikkels en verleidingen op ons pad gekomen, wat ons doet denken, dat we maar steeds meer en meer en meer willen hebben. Terwijl in de kern willen we gewoon nog steeds die man die voor ons zorgt, die lekker mannelijk is, die er goed uitziet, die de leiding neemt. En de man daarentegen wil gewoon die vrouwelijke, slanke vrouw met lang haar ophakken, noem het maar op. En nu zien wij, na 40 jaar feminisme, vanuit de jaren 60, feminisme, ontkerkelijking, secularisering, individualisme, zien we dat we met z'n allen een bepaalde kant op zijn gegaan. En dat heeft ons als mensheid eigenlijk niet geholpen. Dat heeft niet geholpen dat mannen en vrouwen elkaar makkelijker vinden. Ja, hoe ik het zelf zie, we zitten eigenlijk middenin nog in zo'n een nieuwe maatschappij, om het even zo makkelijk te zeggen. En inderdaad, de trends laten wel zien dat het minder is. Ik bedoel, als je kijkt, even losstaand van de redenen, is dat echt maar na de, even kijken hoor. Inderdaad, na de jaren 60, 70, waarin mensen in de regel veel meer trouwden met elkaar, dat is echt wel heel erg declined. We zien ook inderdaad gewoon, ja, afhankelijk ook van demografie, van bepaalde landen waarin nog wel getrouwd wordt en waar niet getrouwd wordt. En ja, in het westerse, leven is dat een stuk minder. Ik bedoel, ik zie hier een datapoint van bijvoorbeeld in Luxemburg. Divorce rates in Europe in 2019 per land. En dat is dan per 100 marriages. Is dat bij Luxemburg bijvoorbeeld al bijna 90% gaat scheiden. Of die trend nog meer gaat worden. Nou ja, aan de ene kant weer niet. Want mensen trouwen misschien nu ook wel minder. Volgens mij, het CBS laat ook zien dat worden ook geregistreerde partnerschappen worden bijgerekend. Dus het feit dat mensen ook nog steeds makkelijker uit elkaar gaan, dat is denk ik nog steeds wel van toepassing. Maar ook gewoon omdat er denk ik wel een consensus is van dat eigenlijk alles maar op het gevoel moet gebaseerd zijn. Dus als de verliefdheid of de wensen niet meer worden vervuld, ga dan maar weg, want het gaat alleen maar om jou. Terwijl toen wij in een meeting waren, ik weet niet meer waar het was, in Utrecht, was ook een documentaire van iemand die zeg maar zijn liefdesleven ging vertellen. Van Wout. Ja. En toen had hij ook bijvoorbeeld een koppel geïnterviewd wat al echt 20 plus jaar bij elkaar zijn. En dat is wel een trend die we wel zien. Het is misschien een kleine sample, maar als je wel kijkt naar koppels die langer
bij elkaar zijn, dan lijkt het ook meer of een relatie en liefde is niet alleen maar op basis van gevoel. Nee. Maar het is een keuze en je hebt je rol en je hebt je verplichtingen te voldoen. En dat is wel echt iets wat ik zie wat mist. En dat alles moet gaan van ja, hoe ik me voel. Terwijl de grap is, in de relatie draait het niet eens altijd meer om het ik. Maar toch horen wij in de praktijk wel alleen maar van ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En dat is, ja, dat is wel opvallend. Ja, dat was inderdaad bij een avond van Polstok, Hoogspringer, Wout van Weerde. Waar we een mooie meeting hebben gehad, inderdaad. Maar daar komt het wel heel erg veel naar boven. Het gevoel, inderdaad. En dat is precies waar, wat je net zei, hè? De 20-plus huwelijken, relaties. Die weten, het draait niet alleen om gevoel. Het is een keuze, liefde is een keuze. En wat we nu zien is, we zijn vooral bezig met als we gaan trouwen. Met de huwelijksdag, met de jurk, met de catering, met de locatie. Dat die dag fantastisch wordt, maar er wordt totaal niet nagedacht over hoe nu verder, daarna. En wat als het gevoel er niet is op dat moment? Moet je dan maar weggaan? Nee, nee. Waar het om gaat, is dat je blijft uiten. En dat je je realiseert van, we hebben voor elkaar gekozen. Jordan Peterson zegt het heel mooi. Hij zegt, het huwelijk is als dat je beiden met handboeien aan een bed bent vastgeklonken, zegt hij zo. Je kan er niet uit. Dus als de een iets zegt wat de ander niet leuk vindt, wat doen we in de regel? Dan lopen we weg bij elkaar, want dat vinden we niet leuk. Maar als je met elkaar getrouwd bent, je hebt die handboeien om, dan kan je niet weg. En dat maakt dat je een safe space creëert. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je kunt uiten. En als je dus niet in een duurzame relatie zit en niet beseft van, hey, liefde is een keuze. Ik ga niet trouwen, maar ik ga bijvoorbeeld alleen maar samenwonen, want ik wil me niet committeren. Het is alsof deze generatie inderdaad voet tussen de deur wil houden van, wat als ik me niet leuk, wat als ik me niet gelukkig voel of wat dan ook. Dan kan ik in ieder geval escapen. Maar dat is niet de oplossing. Want we willen met z'n allen die duurzame relatie. Maar in hoeverre zijn we dan bereid onszelf te geven in die relatie? In hoeverre zijn we bereid om offers te brengen voor onze partner, voor onze kinderen, voor de situatie? En zolang als ons nog wordt voorgeschoteld dat het gras altijd groener is, dat er genoeg keuze is daarbuiten. Want dat is wat de media ons geeft. Die beelden. Elke dag. Ja. Dan is het ook wel een beetje logisch dat mensen gaan denken van, nou, ik ben nu niet gelukkig. Dus ik stap eruit. Want er is toch elders nog genoeg mogelijkheid. Ja, het is ook een beetje het... ik weet niet meer welke show ik dat zag, hoor, maar... Waar het op lijkt is dat mensen gelukkigheid als een end goal nastreven. Ja. Terwijl, volgens mij het advies is dat gelukkig zijn is eigenlijk, het is iets wat komt en gaat. Hè? In het leven komen er ook heel veel dingen op je pad waar je geen vat op hebt. Nee. Dood, ziektes. Scheiding. Maakt niet uit, zeg maar. En dan op dat moment voel je op dat opzicht ook niet per se gelukkig. Ik denk dat het heel veel mensen dat vergeten is, omdat gelukkig zijn zeg maar het doel is. Dus als ik dit en dit heb, dan pas kan ik gelukkig zijn, werd er gezegd. Dat vond ik wel mooi, is omdat ze toen zeiden van, eigenlijk maak je dus in jezelf een contract waarin je zegt van, ik kan niet gelukkig zijn tot ik deze dingen heb. Ja. Op continue basis. En dat is iets wat vaak ja, in de regel gewoon niet voorkomt voor de grote deel van de bevolking. Ja. Om even terug te komen op die man, de niet-mannelijke man meer. Wat voor een adviezen geef jij deze man als jij met deze mannen een coachingstraject aangaat? Ik denk dat het makkelijkste wat ik zou zeggen is eigenlijk gewoon het fysieke component. En hierbij ga ik ook weer gewoon naar het CBS. Dan kunnen mensen thuis ook gewoon zo googlen. Als je gewoon kijkt naar het overgewicht in Nederland bijvoorbeeld. Ja, dat is volgens mij uit mijn hoofd. Iets over de helft in ieder geval, 51-52%. En dan heb je ook nog natuurlijk overgewicht en obesitas. En obesitas ligt dan wel weer wat hoger bij de vrouwen dan bij de mannen. Maar als je dus zeg maar je fysiek in orde hebt, hè, want ook gewoon als je terugkijkt naar die papers waar ik eerder naartoe verwees, waarin ook mannen zeg maar een bepaalde lichaamsratio wat vrouwen aantrekkelijk vinden, de V-shape om het even zo maar te zeggen, dan heb je al gewoon winst. Gemaakt ja. op
op fysiek gebied ten opzichte van je competitie, moet ik maar zo zeggen. Ja, en dan bedoel je dus fysiek als in sportschool fysiek? Ja, gewoon, het hoeft natuurlijk geen bodybuilder, maar gewoon atletisch is wat, wat ook onderzocht is. Dat vinden in de regel van vrouwen dat het meest aantrekkelijk. En het bijproduct is omdat er ook dopamine vrijkomt, dus je voelt je goed. Zeker als je het een lange termijn aanhoudt en het wordt een gewoonte, dan zie je ook. Het is goed voor je hormoonhuishouding, voor mannen inderdaad, voor testosteron increase. En juist omdat je dus er beter uitziet, je voelt je ook beter. Dan krijg je ook meer confidence. Confidence, zelfverzekerheid, kan je dan ook weer uitstralen naar buiten. Wat dan ook weer voor vrouwen aantrekkelijk is. Dus dat is eigenlijk advies nummer 1. Ja. Wat ik zou geven van, jij maakt een winst door gewoon iets aan je fysiek te doen. Dus omdat het al in je hoofd, moet je daar al best wel effort voor doen. Je hebt discipline nodig. En dat zijn aspecten die ook weer door fluctueren in de rest van je leven. Ik denk het tweede ding wat ook heel veel mannen lijken te missen, is inderdaad sociale interactie. Ja, ik heb hier inderdaad een graph, inderdaad, en dit is, even kijken, The Rise of the Internet as Social Intermediary. En daarin zie je eigenlijk, zeg maar, hoe mensen elkaar ontmoeten vanaf de jaren 40 en hoe dat, zeg maar, in de loop der tijd is gegaan. En dan, nou, zie je gewoon inderdaad dat online sinds de jaren 90 en zeker na 2000 een hele grote piek heeft gehad. Dus online is, zeg maar, is een vorm van communiceren, maar het is ook een hele eenzijdig, want je ziet de emotie niet, nee. Je kan er van weglopen, je kunt je anders voordoen. En het hebben van sociale skills, gewoon weer interactie met elkaar, en zeker voor mannen die ook gewoon, nou ja, wat je vrouw nog wel eens hoort zeggen is van, sommige mannen komen creepy over, om zo maar te zeggen. Ja. Is tweeledig. Aan de ene kant, ze zijn waarschijnlijk ook niet geïnteresseerd in de man. Want als, zeg maar, een andere man kijkt waar ze wel geïnteresseerd over zijn, zal het minder creepy overkomen. Maar tegelijkertijd is het ook zo is dat heel veel mannen lijken ook niet meer echt de interactie met vrouwen aan te willen gaan. Nee. En dat heeft gedeeltelijk te maken met het MeToo gebeuren, wat we de laatste jaren hebben meegemaakt. Los van het feit inderdaad dat er niet toegevallen zijn. Hè? Daar hebben we het niet over, want die zijn er. Maar we hebben het als vrouw allemaal een beetje op ons genomen. Dat we allemaal een beetje MeToo zijn. En eigenlijk zijn we daarmee niet eerlijk naar onszelf. En zeker niet naar de man toe. Want we hebben het al vaker over gehad. Als een man voorbij loopt die we leuk vinden. En hij fluit naar ons. Dan zijn we gecharmeerd. Dan vinden we dat leuk. Want hey, die leuke gast die fluit naar mij. Maar loopt er een pauwvakker voorbij die naar je fluit. Dan zijn we geneigd van, oh, dat is harassment. Weet je? Dus het is heel erg. Een man heeft nogmaals in deze maatschappij met heel veel dingen te maken. Als je al niet je fysiek mee hebt. Als je dus niet. Niet regelmatig in de sportschool komt, geen gezonde leefstijl hebt, dan wat mensen niet beseffen is dat als je niet gezond leeft, dan ben je mentaal ook een stuk minder weerbaar in die zin. Want alles heeft met elkaar te maken. En je kunt niet verwachten van een man of een vrouw als je overgewicht hebt, dat je daarna met iemand gaat daten die slank is. Want, en dat klinkt heel, heel lullig om nu te zeggen, maar dat zijn wel feiten waar wij mee te maken hebben. Wat we ook zien iedere dag op de datingprogramma's. Dus als je als single meer wilt slagen in de liefde, dan you need to level up your game. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen op andere fronten weliswaar. Maar het geldt voor beide. Is als jij succesvoller wil zijn als man of als vrouw en je wilt die aantrekkelijke man of vrouw, dan zul je dus zelf ook aantrekkelijk moeten zijn voor die ander. Ja, in een breder perspectief. Als je gewoon kijkt naar wat gezondheid inhoudt volgens de definitie van de WHO, World Health Organization, dan staat er inderdaad ook dat gezondheid is fysiek, mentaal en sociaal, zeg maar. En dat zijn eigenlijk nu dingen die lijken alle drie een beetje onder vuur te zijn. Als je het kijkt over wat je als man, maar ook als vrouw aantrekkelijk maakt.
inderdaad, het fysieke component is niet alleen het overgewicht, maar ook wat het voor invloed heeft, zeg maar, op je hormoonhuishouding, neurologisch, fysiologisch gezien. Dat heeft weer impact op het mentale aspect, zeg maar, want je hebt een slecht zelfbeeld van jezelf. En waarschijnlijk omdat je ook een slecht zelfbeeld hebt van jezelf, is de sociale interactie misschien ook weer moeilijker te hebben, omdat je voelt jezelf al niet heel erg goed. Dus dat is wel een, dus dat is eigenlijk wel, wel nog wel een derde aspect, inderdaad, iets voor mannelijk mentaal inderdaad hebben, is van wat ik ook lijkt te merken, is dat mensen in het algemeen staan niet echt meer voor een, even goed zeggen, wat wij zien in profielen is dat mensen vinden altijd eerlijkheid, respectvolheid, wees respectvol, moreel, vinden allemaal belangrijk, maar als het puntje bepaaldje komt, zien we toch dat mensen niet achter het principe staan, moraal is wat verder te zoeken. En mensen lijken ook met alle winden maar mee te draaien, zolang het hun maar uitkomt. En dat is zeg maar een beetje het mentale component, wat het wel moeilijk maakt. Want dat is niet echt aantrekkelijk. Zowel voor man als vrouw niet, denk ik hoor, trouwens. Maar inderdaad, het voorbeeld dat je gaf met de bouwvakken versus de chat, om even zo te zeggen. Ja, het principe is inderdaad van, als iemand naar je fluit, dan wordt het, zou je kunnen zeggen, dan wordt het wel bedoeld als een compliment. Ja. Weet je, je weet het nooit 100%. Het kan ook gewoon wel iemand zijn die slechte intenties heeft, maar je ga je nooit weten. Nee. Maar om iedereen, zeg maar, het gevaar is wel meer inderdaad, is dat je een standaard gaat creëren, is van dat alle mannen zijn dit. Of ja. Andersom meer in bepaalde communities, zoals meer Red Bull, Black Bull, waar we het ook wel een keer over gaan hebben. Wat, ja. Dat komt uit Amerika met name. Dat er een soort van afgunst ook weer naar vrouwen wordt gegeven. Ja, en dat, misogyny inderdaad. Weet je, en misogyny is één ding, maar misandry is andersom, zeg maar. Dus de vrouw haat naar mannen. Dus we horen heel veel mannelijke haat naar vrouwen, maar vrouwenhaat naar mannen hoor je niet veel in media. Zie je niet veel in seasoningen. Terwijl dat ook echt wel degelijk voorkomt. Ja. 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 Die termen gaan we nog in een andere video gaan we nog uitleggen. Daar gaan we nog dieper op in, inderdaad. Over de red pill, blue pill, black pill, hypergamy. Nogmaals, hier hebben we het over hoe kan het toch dat een Nederlandse man eigenlijk niet meer in zijn mannelijke rol zit en wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolgen zijn nogal groot, want je moet je voorstellen als jij als single succesvolle vrouw door het leven gaat en geen enkele man is goed genoeg, dan ga je dus eigenlijk de rest van je leven alleen blijven. En dat heeft gevolgen. Ook voor de man, want die man die blijft ook alleen. En wat zijn de cijfers als we kijken naar mannen die geen seks meer hebben? Wat zijn de gevolgen daarvan als we seksloze mannen hebben in die zin? Volgens mij heb ik daar de cijfers. In deze presentatie staan niet de cijfers daarvan per se. Maar wat wil je precies ermee? Die nemen we dan in de volgende podcast mee. Maar het is wel echt belangrijk om te beseffen wat we doen met elkaar. Als wij als vrouwen blijven zeggen, geen enkele man is goed genoeg. En daardoor blijven mannen dus ook alleen. Nogmaals, waar ga je elkaar dan nog vinden in de maatschappij? En aan zich speelt dit probleem vooral bij 35 plus vrouwen. En dat zijn dus vaak vrouwen die al kinderen hebben gehad, een huwelijk hebben gehad, nogmaals uit het huwelijk zijn getreden om wat voor redenen ook. Want ze hebben zichzelf gezegd van overtuigd van dit is het niet meer. En dan komen ze alleen te staan en dan is ineens geen enkele man meer goed genoeg. En dat dit bij oudere vrouwen speelt, dat is één ding. Maar je ziet het eigenlijk ook een beetje doorspelen, ook al bij de jongere generatie. En als je als jongere generatie al niet elkaar weet te vinden, hoe gaan we dan samen een maatschappij opbouwen? We zien dat in Nederland de gemiddelde kindergeboorte drastisch aan het dalen is. De vergrijzing neemt toe. Dus wij denken met z'n allen, wat maakt het nou uit dat ik geen kinderen neem? Maar het maakt verschrikkelijk veel uit voor de economie als wij geen kinderen meer nemen. De mensen die ook sommigen roepen van, maar ik ben milieubewust, dus ik neem geen kinderen. Maar lieverd, als wij stoppen met kinderen krijgen,
dan stopt de economie en dan stoppen wij als mensheid. Want wie gaat er voor jou zorgen straks als jij in het ouderentehuis moet zitten? Wie gaat zorgt ervoor dat de maatschappij voortleeft? Dat zijn onze kinderen en zonder kinderen gaan wij het niet overleven. Dus het belang van gezinnen is super groot. Ik weet niet of jij daar nog aanvulling op hebt. Ja, dat is volgens mij ook wel een. Dit zeg ik ook alweer even uit mijn hoofd. Dus misschien dat we de referentie nog in de description zetten. Ja. Maar inderdaad, de vergrijzing is wel een probleem. En dan volgens mij ging het met name over China. Omdat ze daar natuurlijk kinderen beperken. Ja, heel erg. Maar in Nederland is het probleem net zo groot. Ja, volgens mij. Op een andere schaal. Maar... Ja, volgens mij zei inderdaad mijn beste vriend ook een keer van. Is dat je minimaal 3 kinderen moet nu nemen. Om zeg maar te weer terug te kunnen balanceren. Nee, maar inderdaad. Je moet je afvragen van de maatschappij. Hoe is dit? Hoe dit draaiende? Hoe blijft het draaiende? Het is wel met een bepaalde generatie van als we allemaal geen kinderen meer hebben, wordt de mankracht wordt gewoon moeilijker. Dus je hebt wel genoeg mensen nodig om je huidige maatschappij staande te houden. Nu kunnen we allemaal denken van ja, het is geautomatiseerd en zo. Nou, als iets mis is met je leiding, is toch niet geautomatiseerd. Als iets mis is met elektriciteit, water, whatever. Er zijn nog heel veel beroepen die gewoon echt afhankelijk zijn van mankracht. Weet je, als het een simpele postbode, tot nu toe moet het gedaan wordt door mensen. En het enge is dan wel een beetje, inderdaad, is nou, eng. Het wordt denk ik ook weer een ander topic, maar ligt de highlight vanuit het bedrijfsleven heel erg gepusht. Want inderdaad, in de Rise of the She Economy is dat artikel, wordt dus beweerd dat in 2030 volgens mij iets meer dan 40% van de vrouwen single zal zijn. En daarin wordt ook volgens mij een beetje bekeken naar van dat ook bedrijven, zeg maar, dat heel erg, nou ja, benadrukken is omdat er gewoon meer, er wordt meer werk gevoerd, zeg maar, dus meer geld. Dus is het nou echt in je eigen interest, zeg maar, of wordt het ook echt vanuit een bepaalde invalshoek, word je daar heel gepusht, zeg maar, als vrouw zijn? Nou ja, van de week was het nog op televisie inderdaad, dat de huisartsen tekorten, de huisartsen trekken aan de bel, we hebben te weinig huisartsen. Overheid, jullie moeten ons helpen. En wat zegt de overheid? Nou, jullie moeten gewoon lekker meer gaan werken. En heel veel vrouwen zijn, we hebben heel veel vrouwelijke huisartsen. Maar ja, die willen niet meer werken. En terecht, maar die willen ook moeder zijn. Dus je ziet dat de overheid pusht naar fulltime werken, zowel van mannen als vrouwen. En dan denk ik van, maar wat wil je? Het gezin is nog steeds de hoeksteen van de samenleving. Zonder een gezond gezin krijgen we geen gezonde maatschappij. En je ziet dus inderdaad wel dat die overheid ontzettend loopt te pushen dat vrouwen ook fulltime moeten werken. Iedereen moet het liefst fulltime werken. Maar ja, ik geloof niet dat iemand gelukkig wordt van fulltime werken. Want we leven met z'n allen aan mas naar vrijdag toe. En naar onze vakanties toe. En iedere maandag is het KUT, want we moeten weer naar ons werk. Dus ik weet niet of iedereen nou zo happy is met dat 40 uur werken. Maar het zijn wel allemaal dingen waar je je bewust van moet zijn. En als je dat niet bent, ja, dan gaat alles langs je heen. En dan, je doet je ding, maar je bent je niet bewust van jouw acties. En dat is wat we hier eigenlijk een beetje willen teweeg brengen. Is wees je nou eens bewust van je eigen acties, van je eigen gedachten en van je eigen wensen. Want nogmaals, uiteindelijk willen we allemaal liefde. Daarvoor zijn we geschapen, zo zijn we in elkaar gezet. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. En ja, er zijn heel veel singles die ervoor kiezen om alleen te zijn. Maar ik durf te wedden dat die singles dat zeggen. Niet omdat ze dat, daar zo happy mee zijn, maar meer omdat ze pijnlijke relaties hebben gehad. En ze hebben zoiets van, geef mij passie maar een pikkie. Ik heb geen zin meer in die ellende. En dan denk ik, dat is super jammer, want zo hoeft het niet te zijn. Maar het is wel belangrijk nogmaals dat je bewust bent in wat voor maatschappij we nu leven en waar hebben we mee te maken. En daarom maken we deze podcast ook om mensen te triggeren en ze bewustzijn mee te geven van je bent zelf verantwoordelijk voor jouw gedrag in deze maatschappij. En nogmaals, we kunnen, ik bespreek ook heel veel in mijn Video Fridays het boek van Lori Gottlieb. Goed genoeg. Waarin Lori dus echt. Lori is
bestseller author en heeft een boek geschreven, onderzoek gedaan naar van hoe het nou kan dat succesvolle vrouwen single zijn. En Laurie was zelf ook zo'n vrouw, ook single, had ook een enorme wensenlijst. Laurie heeft echt met zoveel mensen gesproken en heeft die ervaringen ook gedeeld. En daarin zegt ze ook van ja, maar als een vrouw zichzelf geweldig vindt en alleen maar wil daten met een 9 of een 10, dan gaat ze dus voorbij aan de mannen die een 7 of een 8 zijn. En even, het feit dat wij mensen een cijfer geven is niet omdat we het een waardeoordeel geven, maar dat is meer om makkelijk aan te geven waar we het dan over hebben. Hè. Het is niet zo dat een 10... Beetje analogisch. Precies, inderdaad. Dus nogmaals, als je als vrouw alleen maar naar die 9 en die 10 gaat kijken, dan heb je dus geen oog voor die 7 of de 8. En Laurie zegt, en de mannen ook die ze spreekt, van stop nou eens met het kijken naar de Brad Pitts van deze wereld en de George Clooney's. Want luister, die zijn op een zet en B, die hebben duizend andere keuzes. Ga nou eens gewoon kijken naar de mannen die er wel zijn. En die jou wel aandacht geven. Want dat is wat wij vrouwen doen. Hè? Wij gaan juist op zoek naar de mannen. Naar die stoere, ja, die 9, die 10. Maar nogmaals, die kiezen niet voor ons. Dus als jij geen enkele vent goed genoeg vindt, nogmaals, dan blijf je dus alleen. Andere kant is wel, als jij als man dus niet your A-game meebrengt, ja, dan blijf je dus alleen. Ja. Dus een vrouw zou moeten, ik ga niet zeggen downdaten, want dat vind ik een klote norm, maar een vrouw moet echt openstaan voor een ander type man. Dat zeg ik altijd aan mijn vrouwelijke klanten. Als ik ze ga coachen, dan zeg ik van, nou, kijk even naar wie je tot nu toe hebt gedate. Waarom is het niet gelukt? Nou, en dan gaan ze het zelf uitstippelen. Ja, dat is. Ik kijk er ook. Ik snap het wel. Of ik ben het er ook mee eens, wel tot een hoogte. Maar ik kijk er ook wel met een andere invalshoek naar, zeg maar. In de zin van. In een van die papers werd ook gerefereerd naar van het type man. Zeg maar. Je hebt dus eigenlijk. Contextueel om het zeg maar een beetje gewoon groepen te maken. Natuurlijk is het. Zitten wat breder in elkaar, maar in principe heeft een man twee attributen, zeg maar. Hè? Dus je hebt zijn alfa kant en je hebt zijn beta kant. Dat heeft elke man, heeft dat. Het is niet dat de een is alfa, de een is nee. Maar wat het op neerkomt is dat als je het zijn plays on the terms, alfa bent, heb je voor een verleidingschap, een assertief, hè? Je bent die avonturier. Maar de beta kant, zeg maar, is iemand die ook, zeg maar, staat voor het gezinsleven. Die wil ook investeren in zijn gezin en kinderen. En dat is een beetje het lastige, is omdat je ziet ook wel een shift in de trend van hoe vrouwen daten nu. Mm-hmm. Vooral jong gaan ze alleen maar voor, dus de bad boys. Hè, dat is ook waarom boeken er zijn van why guys, nice guys finish last. Boeken worden ook ter reden geschreven, omdat er gewoon we zien in de wetenschap, zie je gewoon een trend waarom deze man is wel aantrekkelijk, deze man niet. En naarmate vrouwen dan zeg maar de 30 ingaan eigenlijk en ze willen, hè, soort van settling down tot een bepaalde mate, dan moet een onderdeel van die beta kant ook aanwezig zijn. Het probleem lijkt erop is dat de meeste mannen hebben niet allebei, zeg maar, in een balans voor. En het nadeel daarvan is van wat ik wil zeggen, is van iedereen wil vaak heel veel meemaken, want experience is goed en daar leer je van, en dat is waar. Alleen de keerzijde van experience is dat het is tweeledig, want trauma's die iedereen heeft tot een bepaalde mate, is ook onderdeel van ervaringen meemaken. Dus als jij alleen maar een baseline van een man gewend bent, van ik ben alleen maar de bad boy, dit en dit, dat is ook iets wat arousal is. Hè? Dus het is verschil tussen arousal en attraction, ik weet even de Nederlandse termen niet, waarbij het arousal is iets is wat inwendig in jou zit. Dus weet, die opwinding. Die opwinding, daar kan je niks aan doen, weet je. Nee. Daarom kan ik het ook tot een bepaalde mate niet blamen dat als een man een bepaalde vrouw ziet, dat hij daar meer opgewonden van raakt. En andersom voor een vrouw ook. Ja. En de attraction part is natuurlijk weer dat je de goede vader bent. De goede man die goed met zijn kinderen op kan gaan. En die wil je zoveel mogelijk in balans hebben. En ook in de literatuur staat er zo ook. Als een vrouw dus niet een man vindt die die twee attributen, zeg maar, complementeert aan elkaar in zichzelf. Dan zie je ook dat vrouwen meer partners in dat opzicht gaat opzoeken. En dat kan zich misschien uit in de vorm van friendzone, hè. Dat ze misschien in deze tijd slaapt ze dan met de good looking guy.
En dan heeft ze wel een paar gasten in de friendzone, omdat ze misschien een keertje iemand nodig hebt om bij wijze van een lamp te vervangen, om even iets stoms te zeggen. Maar het is gewoon om aan te geven is van hoe het in de biologie zit en psychologisch gezien hoe man en vrouw elkaar selecteren. Ja. Ja, en dat selectieproces inderdaad, dat is eigenlijk gewoon hevig in de war op dit moment. En dat nogmaals, dat heeft te maken met het overschot aan social media, aan beelden die we te zien krijgen. Dankzij de mobiele telefoon zijn we 24/7 online. Nogmaals, ga dan maar eens. Dat is de keuzeparadox. Yeah. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En heel kort is dat eigenlijk van, dat is hoe ik het bij de psychologie had geleerd. Als je in een winkel komt, je hebt 3 tv's. Nou, dan kijk ik gewoon, wat is de beste? Nou, oké, dit pak je die onmakkelijk. Kom je nu tegenwoordig naar een mediamarkt waar je zoveel tv's ziet? Je weet eigenlijk niet meer waar je moet beginnen. Nee. En inderdaad, door het globalisatie van internet, dat we nu meer met elkaar verbonden zijn, wat aan de ene kant wel goed lijkt. Hè? Er zijn ook echt wel voordelen aan, maar ja. Niet alleen maar onze voor negatieve dingen zijn. Nee. Maar het laat wel zien inderdaad, en Tinder is daar een heel goed voorbeeld van. En daar heb je wel weer wat onderzoeken. Bijvoorbeeld echt minder dan 1% van de man krijgt echt een match. Vrouwen krijgt, nou, krijgt 10% hebben een match. En dan 3/4 van de gebruikers van Tinder, die zijn ook echt alleen maar man. Dus je ziet al van dat, ja, Tinder is een heel goed voorbeeld. Ja. Het is letterlijk een swipe van, oh, jij niet. Dus het creëert ook een bepaalde mindset van, ja, dit is niet goed genoeg. Nee. Dat is alleen maar gebaseerd op een plaatje. Ja, ja, en wat nog veel erger is, in de podcast van Jordan Peterson met Rob Henderson. Rob Henderson heeft een very good looking friend. En die scoorde zo hoog op Tinder dat hij van Tinder allemaal perks krijgt. Oh, ja. Omdat Tinder, die wil helemaal niet dat jij een duurzame liefde vindt. Nee. Tinder wil dat jij op Tinder blijft. Ja. Want dan verdienen ze geld aan jou. En dat is iets... Dat is wel een stukje bewustwording. Is van, weet je, stop niet met daten. En je kan tools gebruiken, maar ja. Wees er wel bewust van een bedrijf. Naar onze mening, of hier naar mijn mening dan. Hun eerste prioriteit is geld. Niet, geld, ja. geld, geld, geld. Ja. Dus daarom ik ook zeg, is van, als je ook kijkt naar die meeste consumenten, zeg maar, die heel veel koopt, zijn vrouwen kopen meer. Ja. En als mannen kopen, is dat ook vaak voor vrouwen. Ja. Dus er is heel veel winst bij om vrouwen maar, zeg maar, in dat hoekje te blijven duwen van zolang daar als bedrijf maar winst maken. Of het nou ethisch, moraal is, of het nou voor de lange termijn goed is. Is aan de kijker zelf eigenlijk van, ben je daar wel bewust van, zeg maar? Ja, en als je dan bedenkt dat 78% man is, 22% vrouw, van die 8, daarvan is ook nog eens 30% niet single. Ja. Van die 78% man die erop staat, scoort er slechts 4%. Dan hebben we toch wel echt een probleem. En nogmaals, en dat, daar komen we weer terug bij ons onderwerp. Als je als man niet mannelijk bent, in de breedste zin van het woord, in je alfa, van je beta-eigenschappen. Als je niet in staat bent om te communiceren, om te socializen, om die leiderschap te pakken, om een eigen mening te hebben, om een goede fysiek te creëren. Dan hebben we gewoon met nogmaals een echt heel groot probleem. En er wordt nogmaals in Nederland niet over gesproken. En het is niet zo dat wij geen hoop willen bieden, want er is wel degelijk hoop. Want ieder die aan zichzelf wil werken, kan die shift maken. Het is alleen die mindset knop, die moet je omzetten. En je moet het besluit nemen. En daar goede begeleiders bij vinden, die jou daarbij helpen. Omgeving is dan ook super belangrijk als je wil veranderen. Dus ja, om er een eind aan te breien. Is verandering noodzakelijk? Ja, ik leg het eigenlijk altijd zo uit aan mensen, om het zo maar te zeggen. Van, kijk, voor mij hoef je, als de rol van coach, voor mij hoef je niet te veranderen. Nee. Wat ik wel altijd zeg is van, alleen de persoon die je nu bent, dat trekt en stoot bepaalde mensen af. Dus er is een vrij grote kans dat je andere mensen niet zo snel kan beïnvloeden en niet zo snel kan laten veranderen, want iedereen is ook zijn eigen individu. Dus het makkelijkste wat je kan doen is zelf iets in jouw leven veranderen om te kijken of dat spectrum shift. Dan komen die mensen in mijn leven erbij, misschien vallen er wel een aantal mensen af. Is dat erg? Ja en nee. Aan de ene kant kan het wel erg zijn, aan de andere kant niet.
Dus dat is je beste strategie, naar mijn mening. Dus van, uiteindelijk ben je zelf in staat om, jij hebt de controle over jouw leven tot een grote mate. Ik zeg ook niet in alle aspecten. En wat je wel kan doen, doe dat. Kijk of in de lange termijn, hè, als je dat echt gedisciplineerd doet, toepast, maak een plan. Schaf een notitieboek aan. Kijk van, dit zijn de mankementen die ik heb in mijn leven. Kwantificeer het, maak het meetbaar, zeg maar. Zodat je ook echt zelf je eigen groei kan zien. En dan blijft het niet zo in het midden. Ja. Oké, nou, dat was het voor nu, lieve kijkers. Ik zeg, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Dat je in ieder geval meer bewustzijn hebt gekregen van wat daar gaande is binnen datingland. En voor nu zeg ik nogmaals dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om deze video te liken, te delen en vooral op te slaan. En op de abonneerknop te drukken, zodat jij op de hoogte wordt gesteld wanneer wij weer een nieuwe video downloaden. Vergeet ons ook niet te volgen op justamatch.com. En vooral ook op onze socials. Dankjewel.